Lovers and Lions present The Road to Nashville. Op weg naar Amsterdam, naar het Amsterdamse Bostheater. Yes! Het is heel warm vandaag, maar dat is denk ik perfect, want vanavond is het dus een openluchttheater. Volgens mij wordt het heel cool. Het is met allemaal echt zo super goede muzikanten en zo. Best een beetje spannend. Ik vind het heel spannend. Dat zeggen we niet, dat laten we niet merken, maar we vinden het best wel een beetje spannend. Ja. En Omnia, Gigi is vanavond de opener, dan zijn wij de support act. Dan begint de show en dan doen we in de show ook nog een liedje met de muzikanten. Dus. Backstage in het Amsterdamse Bostheater met Omnia. Hey! En ja. Support/make-up artist/artiest. Nee, oké. Okay. Yes! En Friends misschien? Ben je excited? Ja, ik ben zenuwachtig, jongens. Ik heb er wel heel veel zin in, maar ik ben wel zenuwachtig. Yeah. En Luc, hoe er ook is. Tessa! Woe! Ja, we hebben er heel veel zin in. We zijn nu nog even aan het tutten, echt al een uur lang, maar hoort erbij. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew her, and she tired. Lieve Lovers and Lions volgers. Gisteren hebben we een fucking vette show gehad in Amsterdamse Bostheater. Dus inmiddels de zondag. En vandaag doe ik mee aan een Obstacle Run. Een obstakelloop van 8,5 kilometer. Want daar is voor gedoneerd. Het leven van een Lover and Lion gaat niet over rozen. Want ja, dit soort dingen horen dus ook bij de taal. We hebben geboekt. Je hoort het goed. We hebben geboekt. I don't know what to do with myself. Rose has disappeared. Jongens, wat hebben we? We ontvangen meer informatie over de boeking. Ik durf iemand niet te kijken. Wat hebben wij zojuist gedaan? Zeg het even voor de camera. Ik wou het zeggen, ben je dit aan het filmen is? Ja. Ontbrekende paspoortgegevens. Nee! Dringend. Dit formulier uiterlijk een week voor vertrek in te vullen. Ja joh, doen we. Zullen we doen? Zullen we gewoon even wachten tot uiterlijk een week voor het om het een beetje spannend te houden of zo. Kijk hem. Hoppa. Amsterdam naar Dallas, Dallas naar Nashville, Nashville naar Londen, Londen naar Amsterdam. Oh, we zitten in Standard Economy Class. Is leuk om dat te zeggen. Standard Economy Class. Komt er heel veel dichtbij, want het is nu nog 6 weken? 6 weken? Ik denk 6 weken. Ik hoop dat als we in Nashville zijn, dat we dan wel heel erg kunnen focussen op het schrijven. Zo stel ik het me wel voor, zeg maar. Dat we daar heel erg kunnen focussen op de muziek. Want hier zijn we gewoon alleen maar bezig met visum regelen, tickets regelen, verblijf zoeken, geld ergens vandaan halen en natuurlijk ook optredens, regelen, zoveel geregel en ja. Dat vind ik op zich wel heel leuk om te doen, maar de muziek schiet er volledig bij in. Ja, en daar gaat het eigenlijk om. Ja, Tuurlijk, ja, wat zijn we zonder die muziek? Dus ja, ik hoop dat het daar gewoon heel erg, dat we heel erg in de zone komen daar. Me too. Maar ja, daar moeten we ook zelf voor zorgen natuurlijk. Zo, nou lijkt het net alsof jij een hele grote duim hebt. But actually... Daarna krijg je het wel. Ja.